Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag spelen we weer eens Hearts of Iron 4. Deze keer doen we het in de Grote Oorlog mod, of de Great War mod. De mod Eerste Wereldoorlog simuleert. We gaan spelen als keizer, maar gaan alternatieve route nemen. Mijn plan is om Oostenrijk-Hongarije te verraden en dan de Duitse delen van Oostenrijk-Hongarije in te nemen. Dat is deze kant in de focus tree, maar we moeten eerst beginnen met deze focus. En ondertussen ook nog wat research doen en zo. We hebben nu al een totaal 53 divisies ter beschikking. We hebben meer army experience nodig en daarvoor ga ik even deze kiezen. Dan krijgen we toch een beetje Army Experience. Dit is onze template van onze divisie. Ik ga deze aanpassen. Ik denk dat dit wel goed is voor een divisie, het is alleen we hebben daarvoor nog veel meer experience nodig. Het is tijd voor de backstep. Of misschien tijd voor een veldmaarschalk. Hoewel voor nu van Schlieffen. Alleen ik weet wel dat hij later in deze game zal sterven. Oké, onze facties. Bestaat nu uit Duitsland en Italië. In het begin zat Oostenrijk-Hongarije erin, maar die hebben eruit gekikt. Italië, onze bondgenoot. Historisch voor de Eerste Wereldoorlog begonnen, waren Duitsland en Italië ook een soort van bondgenoten. Alleen ja, Italië koos om in het begin neutraal te blijven. En uiteindelijk, nadat de oorlog bijna een jaar bezig was, koos het de kant van de geallieerden tegen Duitsland. Ik wil ook nu gaan voor early mobilization. Dat is beter dan civilian economie. Ik was ook even vergeten mijn navy te doen. Ik ga duikboots maken. Zoals Duitsland ook historisch vooral gefocust op het maken van duikboten. Dat tijdens de Eerste Wereldoorlog best wel een effect had. Alleen dat zorgde er ook voor dat Amerika betrokken werd met de oorlog. Nu voor deze focus gaan en dan kunnen we nu zo de oorlog verklaren aan Oostenrijk-Hongarije. Laten we deze naar Vienna sturen. Ik denk dat dit wel een snelle oorlog gaat worden. Hier hebben we onze divisies blijkbaar vrij spel. En hier komen er zelfs troepen ons helpen die in opstand komen. Alleen ze zijn een beetje omsingeld, dus dat moet je even oplossen. Oh, de Bosniërs doen een revolutie. Vienna is al bijna ingenomen. Oké, de val van Vienna. Onze factie kan uitgebreid worden. Ja, waarom niet? Oké, dit is het einde van de oorlog. Misschien voor we dit gaan klikken. U heeft de casualties nog gezien. De casualties zijn ongeveer bijna gelijk. Glorious Day of the German Empire. En dan is Oostenrijk-Hongarije gevallen en bestaan er nu wat kleine landen, zoals Tsjechië, hier ook Kroatië. We hebben nu al Bosnië als een bondgenoot, dus dat is wel handig. Kroatië is nu een puppet van Hongarije, dus als we later in oorlog zijn met Hongarije, moeten we ook Kroatië bevechten. En dat is wel handig dat we dan Bosnië hebben. Ja, Italië mag dit gebied wel hebben, dus Italië heeft net dit gebied gekregen, hier wonen veel Italianen. Oh ja, Hongarije heeft ook nog dit stukje hier, dit kleine stukje. Tsjechië heeft zo te zien op het eerste zicht wel veel divisies voor zo'n klein landje. Maar ze zullen waarschijnlijk niet goed geëquipt zijn. Oké, we zijn nu even later in de game en ik kwam er pas achter dat mijn opname na een tijdsopnemen opeens stopte met opnemen. Geen idee waarom, maar daardoor hebben we wat footage verloren en in die footage had ik Tsjechië nog overgenomen. En ik sta nu net op het punt om de Eerste Wereldoorlog te starten. Het gaat nu wel helemaal anders starten dan hoe het historisch begon, maar dus niet helemaal. Zo, we verklaren de oorlog aan Hongarije. En dan Hongarije wordt geholpen door Frankrijk. De
Dat betekent dat we dan ook in oorlog zijn met Rusland, want Rusland is een bondgenoot van Frankrijk. Klaart oorlog aan Hongarije. Ik wil zo snel mogelijk naar Budapest oprukken. Deze hier mogen we ook even pushen naar dit stuk hier zo. Ik moet echt snel pushen naar Budapest, want ik heb al een testrun gedaan en als we het Budapest niet snel innemen, wordt het best wel moeilijk deze oorlog te winnen. Ja, deze divisies zijn omsingeld hier zo. Dat zie ik graag. Oh ja, Italië misschien ook even betrekken met oorlog. Zo. Oh, dat was niet de bedoeling. Ik wou eigenlijk Zwitserland nog neutraal houden. Ja, moet ik even de helft van hier naar Zwitserland sturen. Lanceer die aanval maar. Oké, het gaat nu voorlopig wel goed. Kunnen we deze divisies omsingelen? Dat zou mooi zijn. Bijna. Yes, oké, goed gedaan. Proberen nog een Warschau in te nemen. Maar alleen, het wordt nu even goed verdedigd. Misschien even de stad omsingelen. Ik ben even stil omdat ik even geconcentreerd ben. De aanval op Warschau gaat niet zoals gepland. De Russische tegenaanval. We komen steeds dichter bij Budapest. Ja, nu snel naar Budapest. Oei, Bosnië capituleert. Hoi, hoi. Nu naar Budapest. Deze gaat hierheen. Nee! Net op tijd komen er nog divisies. Nu hier de rivier over. En deze divisies spinnen. Oh nee. Snel hierheen. Ik kan bijna pushen hier in Frankrijk. 97, wel heel dichtbij, nu bij 100. Ja, goed zo. Deze dan hier pushen. Misschien nog eens offensief starten. Misschien om Warschau in te nemen of zo. En de Tweede Balkanoorlog begint nu. Hier in Frankrijk gaat het wel goed voor een of andere reden. Oh yes. Dit ziet er goed uit. Kunnen we nu al naar Parijs oprukken? Het zou grappig zijn. Ja, de Fransen zijn hier omsingeld. Oké, dit is goed. Snel Parijs innemen. Oké, het gaat goed. We komen steeds dichter bij Parijs. Yes! Parijs is ingenomen. We doen het al beter dan de Duitsers. Oh nee. Nu is het tijd voor de Franse tegenaanval. Nu is het tijd voor een offensief hier. Oh nee, Parijs wordt weer heroverd. Dat mag zeker niet gebeuren. Deze troepen van het Oostfront naar het Westfront sturen. Hierheen, please, snel mogelijk. Oké. Doe deze optie en we winnen de oorlog zo. Oké, peace. En dan dit was de Eerste Wereldoorlog. Duurde ongeveer een jaar het conflict. En nu gaan ook wat dingen gebeuren. We hebben nu ook Polen hier. We hebben Oekraïne, de Baltische landen zoals Estonië, Latvia en Lithuania. Nu is ook het over een aantal dagen is het Frankfurt Conference. En van de oorlog, de Eerste Wereldoorlog gewonnen zonder het Schlieffenplan. Het Schlieffenplan was om Frankrijk te verslaan via België. Maar dat hadden we niet eens nodig, want we konden gewoon hier al naar Parijs oprukken. We kunnen nu gaan voor Keizerrijk of de Holy Roman Empire. Oké, dan denk ik het hierbij ga afsluiten. Dus we hebben net de Eerste Wereldoorlog gewonnen. Ook al was het niet echt een wereldoorlog, het was meer een Europese oorlog. Gelukkig kunnen achterlaten of jullie nog een sequel van deze serie willen. En dan kunnen we kiezen voor dit pad, het Heilige Roomse Rijk. Of het Holy Roman Empire in het Engels te herstellen. Of gaan voor het Keizerrijk. Ik denk dat ik ga voor het Keizerrijk. Er is trouwens ook een leuke mod, Keizerrijk. Alleen heb ik die nog niet gespeeld. Misschien moet ik die ook eens gaan spelen voor YouTube. En ja, tijdens de oorlog ben ik nog vergeten om voor War Economy te gaan. Er is weer een revolutie weer in Rusland. En de tsaar is niet langer meer aan de macht nu daar. De conferentie in Frankfurt duurt nog een paar dagen. Ja, het game lijkt een beetje. En voilà. Oké, we hebben dit klein stukje gekregen van Frankrijk.
België was niet betrokken bij de oorlog, maar krijgt dit heel stukje van Frankrijk hier in het noorden. Ja, dat zie ik wel graag als Belg. Dan hier Italië krijgt dit stukje hier nog. Oh ja, ze krijgen ook nog Corsica. En Hongarije is nu ook een puppet van ons. Oei, nu krijgen we wel wat debuffs. Reispakt, dan creëren we een factie. We zijn nu ook een andere soort van zwart als kleur nu. Ik laat Oekraïne gewoon Crimea hebben. Oké, nu we hebben een nieuwe factie Reichspakt. Staat uit ons en onze puppets. Italië is niet meer in onze factie. Ik ga even deze hier ook nog even kiezen. Dan annexeren we een klein stukje van Polen. Ja, ik vind het wel grappig dat Hongarije hier nu landlocked is. Maar dat ze dan hier gewoon nog een vloot hebben. Met ja, toch wel een groot schip. En hier hebben ze ook nog wat schepen. Oh, in Frankrijk gebeurt er nu een burgeroorlog of een revolutie. Dus aan de ene kant is communistisch of socialistisch. Aan de andere kant is het gewoon Frankrijk geleid door Pétain. We kunnen dit hier gebied krijgen in wat nu Vietnam is. Hebben we weer een beetje kunnen uitbreiden. Ik denk dat het duidelijk is wie deze burgeroorlog gaat winnen. Oh ja, we hebben ook hier gebied nog gekregen in Afrika, zie ik net. En we hebben ook nu Madagaskar. Oké, dit was dus de Franse burgeroorlog. En ja, nu hebben we, net zoals in Keizerrijk, hier is de regering van Frankrijk gevlucht naar Algerije. Ik denk dat het hier ook goed is om een aflevering af te sluiten. Ik vond het leuk om te doen en laat even weten als jullie meer van dit willen zien. Dan zie ik weer terug bij een andere video. Doei doei.